Vandaag ben ik met Ferens en Ferens gaat zich even voorstellen. Hallo kijkers van Hart voor Paarden. Mijn naam is Ferens Dame. Ja, dat ben jij. Dat ben ik. En wat doe jij hier op onze manege? Op de manege ben ik instructeur voor een groot aantal mensen. Waaronder de kleinste, zeg maar de jongste, Tessa is. Met sterren. Ze heeft inmiddels een drietal keer haar privé springlesjes gehad. Ik kan er natuurlijk wel bij vertellen dat daar al een stukje van voorbij is gekomen in de voorgaande vlogs. Ja. Maar jij doet niet alleen springen? Nee, voor mezelf, zeg maar als ruiter, heb ik uiteindelijk in mijn jeugd eventing gereden. Met 4 Europese kampioenschappen, 2. 1 pony EK, 2 junioren, 1 jonge rijders. Na mijn jonge rijder was ik 21 en toen wilde ik echt professioneel in de paarden. Toen ben ik eigenlijk meer in het dressuurcircuit terechtgekomen met het zadelbak maken van jonge paarden. En ik had wel snel de ambitie, oké, dat wat jullie daar op dat hogere niveau doen, dat wil ik dan ook. Ondanks dat ik dus een eventer was. Maar toen ben ik weg gaan vinden om te proberen, hoe krijg je nou je maand rond, al dan niet rijdend, lesgevend enzovoort. Financieel bedoel je? Ja. Ja, precies. Want het is wel leuk om de paarden in te winnen, maar je moet uiteindelijk ook wel zorgen dat je werk loont in alle opzichten. Dus ik heb veel gedaan en daaruit in het sportief paal dressuur tot op het lichte toerniveau officieel in de wedstrijdbaan gereden. Wel een aantal paarden Grand Prix klaargekregen en ook een aantal paarden later met hun eigen ruiters en amazones op het allerhoogste niveau teruggezien. En ik heb wel weer door de jaren heen steeds een terugstap gemaakt in het springgebeuren, omdat ik dat zelf uiteindelijk heel leuk vind. Dus al met al veel afwisseling. Veelzijdig ben je. Ja. Je hebt eigenlijk alles wel gedaan. Maar alles in de cross, dressuur, springen. Ja. Heb je ook polo gespeeld? Ik heb zelfs, ik heb zelfs in Engeland een keer polo gespeeld. Lachen. En heb je wel eens op een racepaard gezeten? Ik heb ook op een racepaard gezeten. Dus al met al, door de jaren heen. En ook nog eens een keer in de westernzadel. Kijk. Dus misschien maakt dat een goede mix. Hè? Ja, dan heb je het werkelijk wel bijna alles gehad. Geprobeerd. Ja. Maar oké, de hoofdmoot blijft wel het dressuurrijden en dan slash naar het springgebeuren toe. Nou, al Tess van de week had les bij jou. En toen praten we nog even na, want dan spreken we kort toch even, doe jij met de ouders even uitleggen wat er goed en wat er nog verbeterd kan worden. En toen zei jij tegen mij, je zei het in de zin van, als ik mijn jongen zelf nu tegen zou komen, dan zou ik wel een paar tips hebben. Want nu ben je ervaren en heb je alles, niet alles, maar je hebt heel veel meegemaakt, je hebt veel geleerd. En sommige dingen hadden je wel geholpen, als je dat toen al had geweten. Ja, dat klopt. Omdat je, als je jong bent, gaat alles uiteindelijk vervangen. En heb je ook nog wel in de regel, je kan alleen maar rijden als ouders daarachter staan. En dat ze dat dus ook betalen. En de sport is algemeen, op welk niveau dan ook, toch wel een dure aangelegenheid. Ja. Want er komt niet alleen maar, het begint uiteindelijk met een les, maar je bent ook niet zomaar in de les, want daar komt al een paar laarzen en een rijboek en een helm enzovoort bij kijken. Maar goed, als je jong bent, dan kijk je daar eigenlijk, daar ben je helemaal niet mee bezig. Dus het vanzelfsprekende, daar moet je dus wel bewust van zijn. En dat wil ik zeggen, maar ook de jonge mensen die ik begeleid, die probeer ik dan toch spelenderwijs daar ook bewust van te maken. Want het blijft toch wel bijzonder als je de gelegenheid hebt of krijgt en de kans hebt om paard te rijden. En de eerste tip is dan toch wel, blijf dankbaar voor hetgeen wat je aan het doen bent. Wat je eigenlijk krijgt. En wat je krijgt.
Zeker voor de jonge mensen. Want er komt ook een tijd, zeker als je het heel leuk blijft vinden en je ontwikkelt erin. En misschien heb je wel heel veel talent of word je door mensen gezien en gespot. En er kunnen allerlei kansen in het leven uitkomen. Maar je moet wel op eigen pootjes blijven. Op de grond blijven staan, met je beide voeten. Dus de eerste tip is dan, wees bewust van hetgeen wat je hebt. Wees dankbaar voor dat je een begin hebt. Precies, dat je überhaupt naar de manege toe mag. Ja. Dat je sowieso al op een paard mag klimmen, want je ouders zijn dan inderdaad al wel weer aardig wat geld kwijt voordat je erop stapt. Ja. Nou, en dan mag je elke week rijden en dan het kost elke week gewoon weer geld, dat is logisch. Maar dat is dus de eerste tip, wees dankbaar. Wees dankbaar. Heel goed. Ja. Ja, mooie tip. Mooie tip. Ja, vind ik een mooie opening. Ja, dat is ook wel goed voor die kleintjes. Ja, voor die kleintjes zeker. Ja, die roepen alleen maar, ja, maar ik wil. Ze mogen wel aangeven hoor, wat ze allemaal willen. Want daarin creëer je ook dromen. Maar ik zeker merk ook wel dat het wel eens een punt is. Het is voor iedereen hard werken om uiteindelijk naar iets toe te gaan. Ja, naar iets toe te werken. Klopt. Ik moet wel zeggen dat Tessa die heeft zelf gespaard. Die ja, heeft dat is echt, heel... echt zelf gespaard, zowel voor vrouwen nou, als voor sterren. Over wat ik anders had gedaan. Nou. Van jongs naar nu. Ja. Dan sparen. Tip 2. Tip 2, vertel. Spaar. Mijn punt. Oké, tip 2. Ja. Spaar. Spaar hoort er ook bij. Dus als ik daar nu... En ik word juni 38. Dan denk ik, ja oké, dat sparen dat had wel een onderdeel van mijn leven. Maar oké, ik... En doe je het nu? Ja, nu probeer ik het. Maar dat is lukt best pittig. Omdat je... Ja, ik leef van mijn lessen en van mijn trainingen en van de paarden die ik dan even voor derde rij. Dan heb ik uiteindelijk ook nog wat andere werkzaamheden gecombineerd. Wat het voor mij heel erg in balans houdt. Dus dat is misschien tip 3. Oké, balans. Balans. Moet je natuurlijk ook in het rijden hebben. Dat is zeker waar, dus dat is een maar dubbele tip. Maar dat is een rijtje, echt dubbele tip. Balans. Nee, de balans is wel dat je... En ook zeker de mensen die dus kijken. Los van die sporten, van het feit dat je rijdt... Zorg dat je je school netjes op orde houdt. Omdat uiteindelijk uit dat stuk school... Je verdere leven, daar is je verdere leven op gebaseerd. Dus het is niet alleen maar dat je verdere leven is gebaseerd op het rijden zelf. Nee, uiteindelijk maar ook hoe goed je bent. Echt heel goed in de top komen en daadwerkelijk bakken met geld verdienen. Dat zijn er niet veel in Nederland. Nee, en dan zelfs de mensen die in de top zitten, daar zijn er echt maar een heel kleine groep die daadwerkelijk bakken met geld. Ga je eigenlijk niet verdienen, maar je hebt dan het geluk van investeerders en sponsors en eventueel prijzen geld. Maar dat is een ultieme droom. Die tip nummer, zijn we bij 4? 4, ja. Zou ik naar mezelf zeg maar, had ik misschien iets eerder die hele grote droom wat losser moeten laten. Dus ken je grenzen misschien? Is dat dat? Of niet echt? Ja, maar je grens moet je wel kennen, alleen die je ambitie is zeg maar. Misschien moet de ambitie niet groter worden dan je talent. Oké, dus je ambitie niet groter laten worden dan je talent. Dat is de tip. Ja. Ja. Maar ja, je kan je talent natuurlijk wel groter laten groeien dan ambitie. Maar ja, dat is wel interessant is dat ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel hè. Ja, want je kan wel talent hebben, maar als je geen ambitie hebt. Ik kan je vertellen, Rick die heeft talent zat. Die heeft wat minder ambitie voor dingen. Dus die doet alles, zeg maar op een 6-7 niveau. Dan vindt hij het ook prima, dan is hij gelukkig en is hij blij. Maar dan komt dat wel weer met dat balans. Dat vindt hij echt prettig. En Tessa is een echte vechter. Het gaat zoals ik moet, het moet zoals het gaat en zoals ik het wil. Dus die wilde leren ratslagen maken, om maar een voorbeeld te noemen. En die blijft ratslagen maken, totdat ze ratslagen zonder handen kan maken. En daar stopt ze dus gewoon nooit mee. Dus of ze talent heeft, maakt bij haar wat minder uit, omdat zij een enorme ambitie heeft. Ja, nou ja, tip 5 is dan uiteindelijk ook wel blijf altijd je gevoel volgen. Een hele goeie. Dat, zo heb ik het wel altijd gedaan. Als ik terugkijk, ik stelde doelen. Ik had wel ook van thuis uit wel de voorwaarden, oké, je hebt een eigen pony.
Dat daar ging feitelijk alles voor opzij, maar de voorwaarde was dus echt school moet op orde. En ik werkte los van school wel al thuis in de zaak. Om ook te ontdekken dat het niet alleen maar om de paarden zeg maar, gaat. Of dat de paarden wel, dat je wel moet werken om je dit om te kunnen permitteren. Dat soort dingen. Maar blijf wel je gevoel volgen. Dus een heel kort voorbeeld is dat ik 21 was en 4 EK's had, achter de rug had. En ik had toch wel het idee dat ik al kon paardrijden. Maar je moet ook blijven groeien. En die wil moet je eigenlijk nooit kwijtraken. Dus dat is misschien tip 6. Nooit denken dat je er bent. Want elke dag... op welk paard dan ook, in wat voor discipline, is eigenlijk wel weer een nieuw... daar zit altijd weer een nieuw leerproces in. Dat is waar. Ja, dat is echt waar. En je leert een hoop door de jaren heen. Je leert wel steeds beter te relativeren. Ik heb nog een tip. Daar komt ie, tip 7. Tip 7, dat je toch echt wel moet proberen om... met je eigen pony of paard en met je eigen in je eigen omgeving te blijven. Bij jezelf. Eigenlijk bij jezelf te blijven. Niet zoveel kijken. Je mag voorbeelden hebben van mensen om je heen. Of dat is eigenlijk heel goed. Alleen moet je dus toch wel bij jezelf blijven. Want een voorbeeld is goed, maar een voorbeeld kan ook niet te heersend worden. Dat is alweer tip 8. Nou, ik vind het wel grappig dat je het zegt, want Ankie, daar waren wij toevallig vorige week en die zei precies hetzelfde. Tessa die vroeg, wil je Bibi of Tina zijn? En Ankie zei, ik wil graag mezelf zijn. En daarna vroeg ze, wil je op Sabrina of Amadeus rijden? En als je moest kiezen, toen zei ze, nou, ik rijd liever op mijn eigen paarden. Dus die gaf eigenlijk hetzelfde aan als jij, alleen op een andere manier. Maar die is graag zichzelf en rijdt graag op haar eigen paarden. Eigen paarden. Maar dat is dus dan ook wel... vind ik ook leuk om te horen, dat je door de jaren heen, dat denk ik ook elke ruiter en trainer, we hebben allemaal onze eigen manieren en je mixt veel dingen om dat gevoel te blijven ontwikkelen, niet alleen voor jezelf, maar ook wat je dan uitdraagt aan je leerlingen en dat aanpassen aan een paard of aan je leerlingen, dat is uiteindelijk zeg maar belangrijk. Maar dat komt bij ook zeg maar de wereldtrainers of die daar hun bekendheid om hebben kunnen krijgen, komen ook die punten die komen wel steeds terug. Dus ja. Alleen had ik misschien wel zeg maar zo bekend willen zijn dat je dat dan allemaal al naar buiten had kunnen brengen. Dat was wel een droom. Misschien toch nog wel een droom. Je had eigenlijk Ankie willen zijn. Toen ik tussen mijn 20 en zeg... Nou, misschien wel 4 jaar terug. Dus van mijn 21ste tot mijn 34ste heb ik wel heel erg gestreefd naar dat ene paard met wie je dat doet. Maar ik heb ook door de jaren heen gezien dat er paarden zijn geweest die het hebben gemaakt. En waar ik een beginopleiding zeg maar mee heb mogen... hebben. Dus terug naar het allereerste begin, wees dankbaar. Ja, daar kijk ik nu op terug, dat ik dankbaar ben voor die kansen. Dan kan ik me wel vasthouden aan wat nou als ik daarin had aangehouden of als die kans mij was gegeven, dan had ik misschien ook met een been op de Olympische Spelen gestaan. Maar wat brengt dat op de lange... Ja, wat brengt dat meer op de lange termijn? Zolang zich dat echt niet voor... doet, zal ik ook heel gelukkig moeten zijn met mij alle dag, met mijn weekrit, met het feit dat ik mensen heb die ik begeleid die heel enthousiast zijn en die hopelijk enthousiast blijven en dat ik op een fijne accommodatie als in hier in Manege Middelhof ook die kans heb gekregen om daar te staan. Dus ik heb veel in het buitenland gezeten, dat heb ik ook opgezocht. Ik wilde ook wel die uitdaging en ik wilde eigenlijk wel de spanning en de afwisseling. En ik dacht, ja, oké. En vond je het nou zo spannend en zo afwisselend? Want ik kijk namelijk bij Jill vaak naar de vlogs. En ik praat nog wel eens met Jill Uibrechts. En als ik dat dan zie, dan is mijn visie van wat het zou moeten zijn toch heel anders
dan dat wat ik daar zie. Want ik zie eigenlijk heel veel plassen en heel vaak heel erg vroeg je bed uit en ongelooflijk hard werken. Ja. En heel kipnuggets voor het eten en dat soort dingen. Terwijl in mijn visie van een internationale topruiter, dan denk ik van, nou weet je, het bedje is gespreid, de paarden staan klaar. Ja. En, maar dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat is wel zeg maar wat, zoals ik het eigenlijk wel heb ervaren, als je dan echt op die concours bent en gaat, dan krijgt dat toch ergens, ondanks dat je hard moet werken of je bed uit en de paarden en de koers en dan gewoon wel als in een team hard aan het werk. Maar het heeft wel dat rondje in de ring, of nou dus voor mij in de dressuurbaan was of in een springparcours, het heeft wel een klein beetje klem gehalte. Dat vind ik ook, want zodra je zeg maar bij de stallen wegstapt en Jill zit dan op haar paard, op Macho of op Enzels, maakt niet uit, ze stapt die ring in, dan opeens is alles anders. Dan gaan de lichten aan, de bloemen staan eromheen, ja. Het publiek zit op de tribunes en de muziek gaat aan. Maar het is wel alsof je van de camping zo ongeveer in het Hilton stapt. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Ja, maar misschien is dat ook wel om dan weer een van die andere puntjes aan te kaarten. En een tip, blijf maar gewoon dan wel met die beide benen op de grond. Want de keerzijde is wel dat een paard moet gezond blijven. Er zit altijd een stukje risico op blessure leed op het moment dat je de ring inrijdt en er is publiek en ze applaudisseren. Of jaren terug ging ik internationaal in Zwolle met een tweetal jonge hengsten en dan komen de kinderen handtekeningen vragen. Ja, dat, het is denk ik ook wel heel normaal als mens zijnde dat je dan denkt, oh, ik ben misschien wel dan straks zoals Ankie is. Maar oké, het is dan echt een moment. En het volgende moment is dat je ook doodmoe de vrachtwagen naar huis rijdt en denkt, oh ja, ik moet ook nog eten. En de paarden gaan dan uiteindelijk zeg maar voor. Ja. Dus die staan dan zeg maar weer netjes op stal. En dan denk je, ja, wat nu? En dan ben je dus ook doodmoe. En de volgende dag begint weer. Dus ja, nou ja. Het is ook wel weer die wisselbal, wat dan die weer die balans inhoudt. En het relativeringsvermogen is dat je het ene moment heb je even die glamour. En het andere moment dan sta je tot je enkels in de modder. Ja. En je staat allemaal, dat denk ik ook algemeen. Dus als je ouder wordt, realiseer je ook, we staan allemaal op dezelfde manier op. Want je moet toch invulling geven aan je dag, aan je werk, aan je leven, aan carrière en dan wel of niet ambitie. Maar dat moet je niet uit het oog verliezen. Nee, klopt. Dus hoeveel tips hebben we nu? 8. We hebben er 8. We hebben er nog 2. Heb je nog 2 te gaan. Ik heb voor mezelf een heleboel invloeden gehad door de jaren heen van trainers. Ook op verschillende niveaus. Want ik denk altijd dat een kijkend oog langs de kant, dat het een kleine tip kan bijvoorbeeld ook hele grote daden of kan een eye-opener, zeg maar. Zeker. Zijn. Dus tip 9 is dan misschien blijf openstaan om te leren. En dat kan dus bij wijze van spreken van moeder tot werelds grootste trainer. Want het zit vaak in kleine dingen. Ja. Dus je hebt echt ook wat van je moeder geleerd. Ja, mijn moeder is nog steeds een leerfactor. Ik kijk nu terug dat ik denk van ja, nou ja, tip 10 is moeders hebben, heel vervelend, maar moeders hebben altijd gelijk. Dat is de mooiste tip. Ja. Iets tegenstrijdig, wat blijft bij je eigen gevoel. En maar uiteindelijk op de lange termijn hebben ze altijd gelijk. Hebben moeders altijd gelijk. Het grappige is, dit is niet bekokstoofd. Nee. Het is echt omdat dat zo is. Het grappige is dat Rick is nu 18 en die zegt dat nu eigenlijk ook wel eens. Hij zegt, je had toch gelijk. Ja. Maar ik denk omdat moeders heel erg naar hun kinderen kijken. Ja, en ze hebben toch een extra zintuig ja. op wat er speelt. Ook moeders kunnen iets over het hoofd zien. Zeker. Dus dan wordt het zeg maar, we hebben nu wel die 10-10 tips. Maar dan wil ik het wel zo afronden dat wat het allerbelangrijkste is om te groeien in de sport en in het bezig zijn met
je paard met je pony. En nogmaals, wat voor niveau dan ook, wat voor discipline. Vooral eerlijk blijven ten opzichte van jezelf en naar je beest toe. Want dan krijg je die antwoorden zo gaandeweg in het leven. Komt dan toch wel iets dieper, maar die komen wel bij de paarden vandaan. Zij geven jou toch in de regel meer antwoorden dan... En dat zei Ankie dus ook. Want ik heb het niet gezien hoor. Nee, Ankie, want, maar oké, okay, dan zitten we op een leuke lijn. Het grappige is, de video van Ankie is nog niet eens af nu we dit aan het opnemen zijn. Maar Tessa die vroeg, als je nou 1 minuut met je paard kon praten, wat zou je hem dan vragen? En zij zei, ik hoef niet 1 minuut met mijn paard te praten, want ik moet juist heel erg openstaan voor mijn paard om sowieso de antwoorden te krijgen. Dus waarschijnlijk praat ik al altijd met de paarden, of ik praat altijd al met de paarden. Want daar heb je een ander soort communicatie voor nodig. Ja. En dus heb je helemaal niet nodig om met je paard te kunnen praten. Nou zeg, hey. Nou, dan zijn we rond op die tips. Ja, zeker. Goed gedaan. Ja. Hij is wel heel diep. Ja, hij is. Maar dat hoort er ook wel een beetje bij. Dat is ook zo. Dan ga ik trainen. Dat mag. Ik heb nog een programmaatje vandaag. En dan wens ik jullie veel kijkplezier. Dankjewel. Jij bedankt voor alle tips. Graag gedaan. En voor de openheid. Dat is ook belangrijk. En, altijd. Bedankt voor het kijken. Vind je dit een leuke video? Doe vooral een duimpje omhoog. Een duim omhoog. Precies. En dan zien we jou vast nog een keer terug. Want er is heel veel vraag naar de springvideo's van de springlessen. Hartstikke leuk. Dus gaan we doen. Oké. Dankjewel. Dag. Doeg.